Als er maar 1% kans is dat jouw kind meer kans heeft om leuke mythe te krijgen, kinderkanker, zou jij dan naast zo'n station gaan wonen. Bewoners van de nieuwe Uilenburgerstraat in de binnenstad maken zich grote zorgen over de komst van een nieuw elektriciteitsstation in de straat. Als je gewoon intypt de elektromagnetische straling en, uh, en gezondheidsrisico's, dan kom je meteen op leukemie. En toevallig heb ik een kind van 20 maanden. En ja, als je dat dan leest, dan, uh, ja, dan krijg je toch wel echt paniek. Uit onderzoek van netwerkbeheerder Liander en de gemeente blijkt dat de vraag naar elektriciteit in 2050 3 tot 4,5 keer groter zal zijn. Daarom wil Amsterdam dat er voor 2035 29 elektriciteitsstations worden bijgebouwd. 12 bestaande stations worden uitgebreid, zoals deze in de Nieuwe Uilenburgerstraat. Alleen, zo staat in de brief aan de gemeenteraad, op negen locaties zullen bewoners langdurig worden blootgesteld aan een elektromagnetische straling met een sterkte hoger dan een veilig geachte 0,4 microtesla. Op dit moment zegt de gemeente dat het inderdaad zo gaat zijn dat in een, een bepaalde contour rondom het station dat inderdaad de straling hoger gaat zijn dan die 0,4. Dat zij gaan onderzoeken welke woningen dat precies zijn en, uh, en ze gaan ook dan met Liander kijken naar hoe kunnen ze zoveel mogelijk maatregelen treffen. Om dat binnen de perken te houden. Ik maak me enorme zorgen. Buurvrouw Jessica is vooral boos op Liander. De netwerkbeheerder gaat in de straat eerst een tijdelijk station bouwen. Vijf jaar later pas een definitief elektriciteitsstation. Alleen op een informatiebijeenkomst voor bewoners presenteerde Liander alleen de plannen voor het tijdelijke station. En dat alle informatie over het definitieve station er niet was. Dat wordt veel groter en... Ze geven aan dat het over een vervanging gaat. Tegelijkertijd lees je overal dat het ook over een uitbreiding gaat. Verderop in de straat zit basisschool De Witte Olifant. Ook hier waren zorgen, maar na een gesprek met de GGD zijn die weggenomen. Doordat onze school uh, niet in het gebied van de Stralingsstaat. Wij zijn ruim 100 meter daar vandaan. En uh, dat betekent geen gezondheidsrisico's voor de kinderen op mijn school. De gemeente wil nu samen met de GGD in gesprek met de bewoners. Zijn jullie al benaderd? Nog niet. Ergens begin volgend jaar. Ik verwacht ook dat hun intentie wel goed is. Maar ik heb er weinig vertrouwen in dat Leander maar ook iets gaat aanpassen, omdat uh, het, het probleem qua van elektriciteit in de stad is te groot dus met andere woorden, de gezondheid van mijn kind uh, wordt gewoon niet als belangrijk gezien. Niet belangrijk genoeg. Het is belangrijker dat uh, nieuwe bedrijven in Amsterdam elektriciteit krijgen.